Ruben, je debuut bij HBS. Je hebt alles gedaan wat er van je verwacht wordt, denk ik. Assist, doelpunten. Ja, is een mooie start. Ik had het wel gehoopt natuurlijk. Toch na 9 maanden niet gespeeld te hebben, merk je toch wel dat ik laatste kwartier kleine pijntjes. Uit voorzorg vanwege de stand ook ben ik eruit gegaan. Maar wat je al zei, mooi begin. Je bent gehaald voor doelpunten. En vandaag scoren we 4 keer als ploeg. Dus ik heb het niet alleen kunnen doen. Een paar goede ballen gehad ook. En gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Hoe heb jij deze wedstrijd toegeleefd? Je zegt zelf al 9 maanden niet gespeeld. En dan mag je weer, om het echt niet, weliswaar op een ander niveau. Maar... Nou, heel luchtig eigenlijk. Ik ben heel nuchter. Als je voor Feyenoord gespeeld hebt voor 50.000 man, dan raak je niet in de war. Met alle respect als je voor HBS op zondag moet voetballen. Dus ik heb er heel rustig naartoe geleefd. Ik heb me wel goed voorbereid de afgelopen weken. Ook meegegaan op trainingskamp. Omdat ik gehaald ben hier voor doelpunten en dat wel serieus neem. Ook het vertrouwen wil uitbetalen aan de mensen die daarvoor hebben gezorgd. En voor vandaag is dat gelukt. Dus ik ben tevreden. Wat bedoel je met de mensen die daarvoor hebben gezorgd? Wie zijn dat? Nou ja, de sponsoren, de technische commissie denk ik, bestuursleden. Er is toch heel wat gesprekken geweest om hier binnen te komen. En uiteindelijk heb dat de doorslag gegeven door dat het gevoel bij beide partijen goed lag. Heeft het met geld te maken ook? Doe je dit nog voor het geld? Nee, is het een serieuze vraag? Als je bij HBS, als je miljonair wil worden, moet je niet naar HBS in ieder geval. Maar je kan wel wat verdienen. Ja, ik weet het niet. Het is geen betalende ploeg. Dus ik krijg gewoon een normale onkostenvergoeding hoor. Dus dan heb ik misschien iets gemist. Nee, we doen het niet voor het geld. Als het voor het geld was, ben ik fit genoeg om nog minimaal Jupiler League te spelen. Dan had ik misschien daar nog gespeeld. Maar nee, ik doe het ook puur voor het plezier. En als het maar geen geld gaat kosten natuurlijk. Dus het woord plezier is gevallen. Ben je dit nu gaan doen? Na 9 maanden weer voetballen. Wat heeft jou doen besluiten om het weer te gaan doen? Ja, toch wel plezier. Kleedkamerhumor. En weer lekker bezig zijn. Ik word een dagje ouder. Dus als je je sixpack wil behouden, zal je toch af en toe een balletje moeten trappen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel in een warm nest terechtgekomen. HBS is een hele mooie club. Ik ken mensen die er gespeeld hebben. Ook bij ADO Den Haag. Die heb ik gecontacteerd. En die hebben me uitgelegd, Ruben, dat past bij je. Het is een warm nest, leuke mensen. En tot nu toe mag ik niet klagen. Het is fantastisch. Genieten. Nog steeds contact met mensen uit je ADO-tijd, begrijp ik? Ja, klopt. Met Raymond, de keeperstrainer bijvoorbeeld. Die heeft hier ook keeperstraining gegeven en volgens mij ook hier gespeeld. Lange gesprekken mee gevoerd ook. En die zei, Ruben, dat past bij je. Leuke club. Leuke mensen ook. En ook heel veel lol buiten voetballen om. We gaan heel veel met elkaar om. Dus een heel hecht ploegje wel. Ze kennen elkaar echt vanaf kleins af aan. Maar we hebben heel wat afgelachen op trainingskamp. En nogmaals, dat moet resulteren in... Dit soort uitslagen en daar gaan we volgende week mee doen als het goed is. Nog heel even terug naar mensen bij ADO. Over Manders ben je in je boek niet erg positief. Nee, dat klopt, maar dat is niet persoonlijk aan. Ja, persoonlijk wel, want hij is de technisch directeur, maar het gaat meer om de organisatie. Maar goed, we zijn hier voor HBS, daar wil ik niet op inhaken. Dan moeten de mensen het boek lezen. Het is niet een aanval op Manders, maar dingen kunnen beter. En iedereen die bij ADO speelt, die weet dat ook. Dus ik vertel niks wat nieuws is. Dus ik heb dat gewoon in mijn boek erbij gezet als extra info. Maar voor de rest draag ik ADO een warm hart toe. En heb ik nog steeds contact met heel veel spelers en mensen binnen de club. En nu met HBS. Het gaat om lijfsbehoud, hè? Het gaat om lijfsbehoud. Ik denk dat je vandaag goede zaken gedaan hebt. Alleen goed, moeten we niet denken dat we er al zijn. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar goed, dit is een goede start. Goede uitslag. 4 doelpunten in een uitwedstrijd. Dus op naar volgende week.